Heeft de duivenmelkerij nog een toekomst? Omroep Dommeland Nieuwsflits. We gaan het vandaag hebben over duiven en wat er in de loop van de jaren veranderd is in de duivensport. 25 jaar geleden gebruikten wij nog gummiringen om duiven te constateren in een mechanische klok. Om duiven te constateren, dus het tijdstip dat de duif thuis komt. Die hebben we dus met een gummiring in een mechanische klok en dan draaien. Dat is helemaal veranderd, het is allemaal elektronisch voort, dus de duif krijgt een chipring aan. Als de duif ingemand wordt in het verenigingslokaal, dan wordt die chip geladen met een geheime code. Die chip, Frans, waar zit die ergens? Die zit aan de ene poot. Kijk, als je de duif ziet zitten, die hebben een vaste voetring. Dus dat is een ring die krijg je aan een duif als hij 6, 7 dagen oud is. Dan wordt die ring aangeschoven en dan kan je er nooit meer af. En als we de duiven dus gaan spelen op wedstrijden, dan krijg je een chipring aan. Die wordt gekoppeld in de computer met die vaste voetring met die chipring. En dan brengen we naar het verenigingslokaal, dan wordt er een code ingeladen in die chip. En als je duif thuis komt, dan loop je over een antenne. Hetzelfde eigenlijk als je in de supermarkt de spullen afrekent. Die scannen ze ook. En zo wordt eigenlijk die duif ook gescand en dan wordt hem gelijk de tijd wordt dan genoteerd. In al die jaren is er natuurlijk best veel veranderd in de duivensport ook. Als ik het even parallel trek met andere sporten, dan is het allemaal sneller, jonger, et cetera. Ander eten. Geldt dat ook in de duivensport? Ja, zeker wel. Ik kan me herinneren, 30, 40 jaar geleden was het erwten, mais en bonen. Het was een heel standaard mengeling. Maar dat is helemaal uitgebalanceerd. Ze krijgen nu voer. Misschien wel 15, 20 verschillende soorten zaden zitten erin. De duiven worden veel beter begeleid. Dus ze krijgen medicijnen, wil ik niet zeggen, maar wel supplementen. Dus dat de luchtwegen goed zijn. Er is een hele bekende ziekte bij duiven, dat is trichomonase. Daar worden ze regelmatig behandeld. En dat doen we vrijwel allemaal. Dus vandaar dat dus de concoursen, de tijd dat de duiven dus de prijzen kunnen verdienen, dat wordt steeds korter. Ja, die prijzen, dat is ook zoiets. ja. De prijzen zijn natuurlijk ook gestegen in de loop van de jaren. Nee, dat is echt niet zo. Je moet het zo zien. Als er in Boksel 300 duiven meegaan, zijn er 100 prijzen. 1 op 3 noemen wij dat. Maar als u denkt van prijzen in geld, dat is echt niet zo, nee. Maar duiven op zich zijn wel meer waard geworden. Als je wel eens leest dat de duiven door iemand uit het Midden-Oosten worden aangekocht voor een miljoen, dan kun je stellen dat de prijzen van de duiven wel gestegen zijn. Ja, dat klopt ook wel. Alleen, dat is voor wel zo'n kleine groep weggelegd. Dat heb ik dus zelf nooit meegemaakt. Ik heb wel eens duiven verkocht, maar nee, die prijzen wat u noemt, dat nee. Dan is er ook nog enorm veel toename van elektriciteitsmasten, windmolens, noem het maar op. Ja. Worden de duiven daardoor ook verstoord? Ja, dat vermoeden hebben wij dus wel. Dat 4G en 5G netwerk. Dat al die grote masten langs de snelwegen, dat die van invloed zijn op het navigeren van duiven. Ja. Dat ze dus even het noorden kwijt zijn, dat ze eigenlijk dus niet goed kunnen oriënteren hoe ze naar huis moeten komen. Ja. En dat ligt meer aan bij de jonge duiven dan op de oudere duiven? Ja, dat is zeker. Ja. Ja, jonge duiven, ja, die moeten alles nog leren. En daar vallen dus best veel af. Er zijn landen waar duiven geschoten mogen worden. Ja. Hebben jullie daar ook last van? Ja, kijk, als ze geschoten worden, dan komen ze niet naar huis en dan weten wij het niet. Maar in Frankrijk mogen duiven geschoten worden, ja. Maar ik kan wel zeggen, de laatste 4-5 jaar hebben we heel veel last van roofvogels. Dus in Liemden zit een nest met slechtvalken. En dat is, hoor ik dagelijks van collega duivenmelkers, dat dus duiven gepakt worden. De slechtvalk of de havik. Nog een vraagje. Hebben jullie wel eens ooit problemen gehad met dierenactivisten? Nee, maar het is wel zo, het vervoer van duiven, deze heeft wel de aandacht hoor, van de Partij voor de Dieren. En, ja, ze willen dus weten of de duiven voldoende ruimte in de mand hebben, of ze een goede verzorging krijgen. Als het meer dan 30 graden is, dan willen ze eigenlijk hebben dat er dus de vlucht afgelast worden. Want dat is eigenlijk niet, voor de duif eigenlijk niet bevorderlijk en ook niet wenselijk. Dus in die zin wel, er wordt wel aandacht aan besteed, maar het is niet zo dat ze protesteren dat ze onze duiven niet loslaten of iets dergelijks, of dat ze dat blokkeren, nee, dat niet.
Oké. Dan nog een vraag over de buurt. Vaak is het zo dat ze zeggen, heel oneerbiedig, die dekscheiters. Ja, natuurlijk. Heb jij hier ook last van buren die zeggen van, nou Frans, kan het niet anders? Nee, maar ik woon hier dus 32 jaar. En ik hou het zelf een klein beetje in de hand. Ik heb toevallig het geluk dat ik een grote tuin heb. Maar mijn duiven slenteren niet de hele dag over het dak. Die worden 's morgens laat je trainen. Dan zijn ze uitgevlogen en dan roep ik ze binnen. En zo is het ook met mijn jonge duiven. Maar ik kan me dan voorstellen dat ik een klein tuintje van 10 meter en je hebt dan nog een hok van 6, 7, 8 meter in staan. En je laat dan ook nog heel de dag de duiven los. Ja, dan hebben de mensen overlast van. Is er na jou een opvolger of zeg je van, nou die heb ik niet echt. Ik bedoel, daarmee te zeggen, heeft de duivensport nog een toekomst? Nou, een opvolger, ik heb één zoon, maar die heeft dus helemaal niks aan postduiven. Die doet liever basketballen. Toekomst van duivensport, dat is ontzettend moeilijk. Want ik kan me eigenlijk niet heugen dat wij dus een nieuwe lid erbij gekregen hebben de laatste 5 à 10 jaar. En het wordt al heel veel minder, want zeg maar 35 jaar geleden waren er 3 postduivenverenigingen in Boksel. Er waren er 100, zoals wij het noemen, vliegende hokken. Dus mensen die een hok hadden en duiven met de wedstrijd meededen. En nu, anno 2023, als alles en iedereen zet in Boksel, dan doet er 15 of 16 man mee. Dus zover is het terug uitgelopen. Dat gaat heel hard. Ja. Dus eigenlijk staan we hier een beetje bij een uitstervend ras. Ja, goed, wij blijven het dus wel volhouden en we blijven het ook wel doen, maar het wordt inderdaad heel minimaal, ja, dat klopt.